Ronnie de Vos wist na de behendigheidsopdracht ook de bowlingopdracht naar zijn hand te zetten. Een psychologische mokerslag voor Louis de Waal en Rudy de Nutte. Al is er mathematisch zeker nog iets mogelijk. De laatste en beslissende opdracht is allesomvattend. Van inpakken tot stapelen, van snelheid tot precisie. Er kunnen zelfs rechtstreeks punten van elkaar gestolen worden. Louis de Waal is managing director van Van Dievel. Hij staat intussen al 30 jaar aan het hoofd van het Mechelse bedrijf en is een rot in het vak. Ronnie de Vos is al 25 jaar de baas van Wibo Transport, met vestigingen in de omgeving van Poperingen en Frankrijk. Rudy de Nutte is intussen 15 jaar actief als CEO van De Rokker Logistics, een bedrijf in volle expansie met een gloednieuwe vestiging in Zeelen. Ja, voor mij is het uur van de waarheid. Hè. Ik zal sowieso er weer voor gaan en mijn best doen. We gaan ervoor gaan. Nu zal elke keer opnieuw, allee, nu toch weer bij deze proef de behendigheid, denk ik, inpakken. Ja, gewoon rustig blijven. We werken zoals het hoeft en dan zien we wel waar we komen. Hè. Weer een andere discipline dan de twee voorgaande. Dus. Een gespecialiseerde jury houdt een oogje in het zeil. Hilaire van der Hagen, exclusief distributeur voor België van Yale Material Handling. Atrium Opleidingen, specialist in opleidingen voor de bouw, transport en logistieke sector. A-Safe, uitvinder en fabrikant van flexibele kunststofaanrijdbeveiligingen en wereldmarktleider op het gebied van veiligheidsoplossingen voor de werkomgeving. Met de elektrische Yale Palettruck moeten de kandidaten een parcours afleggen met diverse tussenopdrachten. Te beginnen met deze inpakproef. Het is terug onder tijdsdruk dat we rustig blijven en dat we het allemaal goed verpakken. Hè. Belangrijk in de logistiek, hè. Goed verpakken. Als de vaas een val van een borsthoogte overleeft, is de opdracht geslaagd. Missie geslaagd voor de drie kandidaten. Rustig, ik had het onder doos genomen en gepakt. Ik heb voor de combinatie van het plastic en het papier genomen, de bodem met plastic bedekt. Het is nog eens een keer naast de behendigheid, nog eens een keer de fysieke conditie dat even hier getest werd. Paksgebouw, daar gaan we. Op naar de volgende proef. Hiervoor krijgen ze een fiber wrapper in de handen geduwd. De last met watertonnen moet veilig ingewikkeld worden, want hij moet een hellingsgraad van 30 graden kunnen trotseren. Louis de Waal en Ronnie de Vos gebruiken allebei veel folie. Maar hun last blijft intact. Ik heb wel een beetje op safe gespeeld, misschien een ronde te veel gedraaid, maar safety first is altijd. De wrapping van de pallet, dat ging ook goed, met het goede toestel dat we hadden. Rudy de Nutte daarentegen gebruikt minder folie. Ik heb mijn best gedaan om het snel te doen, maar misschien te snel en ook iets te veel gebogen. Jongens, kan er beginnen. Minuut af voor alle mensen die paletten moeten stapelen, want het moet juist zijn. Hè. Op de zelfgemaakte kartonnen schoelbak kunnen de heren elkaar nog punten afsnoepen. Of kiezen ze voor bonuspunten. De Waal richt zich tot de rechtstreekse concurrentie en smeert Rudy de Nutte een strafpunt aan. Het is niet de bedoeling van mijn collega nog wat punten af te geven, maar ja, het was zo en het is gebeurd. Zowat. De Nutte op zijn beurt gaat volop voor de bonus. Maar helaas, geen extra punten voor hem. En stop de tijd. Helaas niet. Nee, het is nog moeilijker dan ik gedacht had. Ja. De Vos heeft dezelfde filosofie. Maar bij hem lukt het wel. Al was dit zowaar een lucky shot. Er is hier een complot tegen mij. Ja, dat bonuspunt, ja, dat was gewoon. Ik zat een beetje meer te... Ik wou geen minpunten geven aan de collega's uiteraard. En ik wou zodanig voor de bonus. En ja. Die is op een heel speciale manier terechtgekomen, maar uiteindelijk, ja, de bedoeling is in het vakje, dus het zat erin. Ronnie de Vos heeft opnieuw de beste tijd en dit met een bonuspunt. De eindoverwinning heeft hij dus zeker op zak. Maar wat vond de jury van de prestatie van de drie tenoren? Over Rudy zou ik wel zeggen, ja, lopen is niet nodig. De machine heeft een snelheid, je kan wel sneller lopen, maar de machine gaat erom niet sneller gaan. Hele vlotte en degelijke manier van inpakken. We hebben dat ook achteraf gezien toen het de valtest was. De vaas was eigenlijk volledig intact. Het wikkelen ging in het begin een beetje stroef, maar achteraf toch een hele vlotte wikkeling. Alleen jammer dat op het einde hij iets te wild was met de vorkheftruck, waardoor dat eigenlijk hij te hoog ging en toch de bidons op de grond vielen. En jammer genoeg geen bonus met de schoelbak.
Louis had eigenlijk een heel rustige aanpak, heel weinig op aan te merken. Enige opmerking hadden we toen hij de doos inpakte, dat hij ietsje te veel kracht duwde, dat de doos kapot was. Maar anders eigenlijk niks van issues, zie ik. En hij had een strafpunt voor Rudy. That's it. Wat hebben we gezien van Ronnie? Hij werkte eigenlijk vlot, zonder opgejaagd te zijn. Dus qua efficiëntie ging dat heel goed. Voor de rest had hij zijn doos op een hele mooie manier ingepakt, dat hij mooi gevuld was, zonder dat er te veel druk was, maar ook niet te weinig. Misschien een klein minpuntje, van een heftruck stappen we af, springen we niet af, want anders hebben we het risico op letsels aan de enkels. Voilà. Dus al bij al een mooie prestatie van Ronnie. Ronnie de Vos gaat dus de geschiedenisboeken in als de winnaar van het vijfde seizoen. Al waren de Nutten en de Waal waardige tegenstanders.